en een verschrikkelijk kleine keuken. Hier speelde zich eigenlijk heel veel van het leven van mijn ouders af. Ik herinner nog hoe mijn vader daar in dat hoekje naar zijn tanden keek en wanneer dat er in vooral een klein drama zich afspeelde, maar allemaal eigenlijk in één vierkante meter, bij wijze van spreken, nog in een donker hoekje. En hier werd het eten gemaakt. Nu door het feit dat er een winkel was en die altijd open was, ging vaak op de middaguren de bel. Daar moest mijn moeder voor gaan op de verkoop. En ja, dat was natuurlijk, Rudy, kijkt jij eens naar het eten? Is zo dat ik eigenlijk mijn eigen potje heb leren koken. Huize Mondial was voor, bij mijn vrienden dan althans, voor twee dingen heel gekend. Namelijk ijscream, daar stond de ijskast. En er was in Huize Mondial steeds ijscream. Mijn vader was een fervent ijscreameter, die had ze toch gemiddeld een half liter ijs per dag ongeveer. Er moest altijd een voorraad aanwezig zijn. Dus wanneer dat we uit geweest waren, kon ik dan mijn vrienden twee dingen, wanneer dat we hier nog 's nachts bijeenkwamen, zo voor uit te praten, en zo rond 2 uur, 3 uur 's nachts, ijscream en dan ook waar omelet. Gebakken eitje met een boterham. Dat was ons vast afscheidsritueel van een groep wanneer we uitgegaan waren. Iedereen heeft zo zijn eigen ritueel natuurlijk. Maar dat is toch iets waar ik nog aan die gesprekken, aan die gemoedelijke sfeer, nog goede herinneringen aan bewaar. Dan moest ik natuurlijk regelmatig, wanneer dat mijn vrienden een stem te veel verhieven, zeg van, sst, mijn ouders slapen hierboven. We gaan alweer door een spannende deur tot de veranda. Eigenlijk een mooie ruimte. Maar die helaas, wanneer dus de stokkamerikijn minder begon te draaien, zijn mijn ouders eigenlijk een beetje overgeschakeld op medisch materiaal, grif voor de doktoren. Omdat er dus met de aanwezigheid van de ziekenhuizen in de buurt heel veel dokters en dokters in wording voorbij kwamen. En dan eigenlijk, dat was duur materiaal en als tweedehands materiaal eigenlijk, dus hier altijd volgestaan met allerlei medische apparaten. Grote apparaten, kleine apparaten, gevaarlijke apparaten. En mijn vader heeft daar eigenlijk in de loop der jaren heel moeilijk afstand van kunnen maken. En het stond hier eigenlijk altijd vol onder andere de X-straalmachine. Dus dat was niet zonder gevaar. Tot en met zelfs wanneer dat er dan eens iemand is komen kijken naar legermateriaal die daar nog tussen zat. Een mijn die gewapend was, dat die zei, maar meneer, dat is levensgevaarlijk van dat zo te houden. Dus wij hebben hier letterlijk op een mijn etelijke jaar geleefd. Nu ondertussen is dat een beetje plastic van boven, maar aanvankelijk was het ook glas. En een van de vallen van mijn vader, die minder goed afgelopen was, ieder jaar moest daar eigenlijk zo rietmatten opgelegd worden tegen de warmte en tegen het zonlicht, omdat het aan de zuidkant te warm werd. En terwijl dat hij dat dus aan het doen was, is hij door de ruit, de ruit brak en eigenlijk zijn ja, een diepe snee, zijn arm, zijn slagader was doorgesneden. En mijn moeder, ja, we hadden niet het gelukkig het grif,
heeft direct zijn arm afgebonden met een garrot. En ja, voor mij is dat ook de ziekenhuizen niet ver waren. Onmiddellijk met hem naar het ziekenhuis gegaan. Was toch als kind een tamelijk traumatische ervaring zo van. En Bompa die het aan het laddertje vast moest houden en totaal verbouwereerd blijft staan. Maar Bompa doet toch iets mee. Hij was compleet van zijn melk. Bompa die trouwens daar in een hoekje dan zo in slaap viel, want die kreeg een opdracht. Dat is een beetje, ja, niet helemaal zoals het hoort in feite, maar hij was zo'n beetje een goedkope hulpkracht die dan de medische apparaten mocht opkuisen. Zo. En ja, lang hield dat niet vol. Hij viel dan in slaap met zijn mond open. En dan vonden wij het plezant om dat papiertjes in te smijten. En weet je, ook niet zoals het hoort. En we werden daar natuurlijk voor gestraft. En hier is dan het fameuze magazijn van mijn vader. Leeg. Dat is een situatie waarin het 65 jaar niet geweest is. Want ook dat was aanvankelijk bedoeld voor kledij die niet in de winkel of die, ja, dat dan destijds moest trotseren hier bewaard te blijven. Nee, omdat het even uit de mode was, maar de mode kwam dan misschien terug. Toen is het allemaal nog niet zo snel evoluerend en veranderd als de dag van vandaag. Maar dan nadien, ja, ook weer al dat medische apparatuur. En dat heb ik allemaal aan het Gieslijn Museum geschonken. Met ter nagedachtenis van mijn vader wat. Ja. Nadien heeft mijn vader het magazijn eigenlijk meer als een soort opslagruimte gebruikt voor alle mogelijke en onmogelijke objecten in op te stapelen. Zinloze en zinvolle dingen, alles door elkaar, kriskras. En eigenlijk knokvol, chockvol. Het magazijn was zo'n beetje een soort schatkamer. Maar als men daar lang in bleef, kreeg men eigenlijk snel koppijn. Dat was de meest zinvolle manier om dat uit te besteden. Maar ook dat deze cabane eigenlijk een op zich wel een mooie ruimte is door Jozef ineengetimmerd. Ik denk dat hij zo in totaal 2-3 jaar gewerkt heeft, fulltime. En op die manier was dat ook voor mijn ouders betaalbaar en dat niet alles in één keer moest gebeuren. Ja, toch ook het kabinetje waar we ontelbare uren zullen opgesleten hebben waarschijnlijk. En ook hier een klein utiliteitsruimte, de deur gaat niet volledig open met de lavabootje. En mijn vader, omdat mijn moeder zo kritiek gehad had van ja, dat hij daar in de weg stond wanneer dat ze eten aan het maken was. Maar dat is nooit gebruikt geweest. Ja, in mijn idee, of in mijn gedachten, of in mijn dromen, zag ik dat hier vol palmbomen en planten en zo. En de vijanden was eigenlijk een territoriale strijd voortdurend tussen mijn vader en mijn moeder. Mijn moeder heeft vrij vlug opgegeven. En ik en mijn vader. En daar hebben we bitsige conflicten uitgevochten. Omdat ik vond dat het niet leefbaar was wanneer zo'n hoop materiaal eigenlijk. Men ziet de potentie dan van deze ruimte die het eigenlijk nooit gekregen heeft of kunnen vervullen. Deze deur van de veranda heb ik nog vrij laat aan mijn bejaarde moeder geschonken. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb, omdat ja, ondertussen begint ook het verval hier toe te slaan, maar dat is niet zo erg. Omdat tenslotte mijn moeder een beetje privacy had tegenover de knaagdieren, laat ons zeggen, die konden binnenkomen. Op die manier dat ze haar ruimte kon afsluiten. Je ziet ook hier de optie die men destijds genomen heeft. Het oorspronkelijke huis stond
hier waar de tuin was. En waar het huis was, was eigenlijk een soort koertje. Ik zeg een depot met een washokje en een wc. Maar de architect heeft toen gezegd, mevrouw, uw huis staat op het noorden, er gaat nooit zonlicht in komen. Het is beter dat je het huis afbreekt en hier het stuk links verbouwt, terug opbouwt. Nu, dat is een verbouwing die de vader van mijn moeder heeft bekostigd. Het huis was eigendom van de vader van mijn vader. Dus dat was een soort deal. En hier ziet men nog de restanten van die muur. Nu, als ik een advies mag geven aan mensen in de stad, want we hebben hier geweldig veel werk gehad, laat je muren, lege muren, nooit beklimmen met klimop of bruidslui. Dat is een werkelijke pest. Je ziet tot hoe hoog die kunnen opklimmen. En nog een advies. Plant in een kleine tuin nooit een boom die erg hoog kan worden. Want dan zit je ook met een fameus probleem. Ik had dat gekregen en mijn moeder kon ook niks wegdoen dan van te zien. De chaos die zich in huis afspeelde, speelde zich ook in de tuin af. Waar ook de muren naar het academie. De academie die 's nachts altijd zijn lichten die branden om aan zijn quotum voor energie te kunnen. Maar dat was hier wel, dus in deze paar vierkante meter speelde zich onze jeugd tussen mij en mijn broer. We voetbalden van de ene kant naar de andere kant. Nu die boom zou natuurlijk in de weg staan. Later heb ik zelf de tuin onder handen genomen aan een soort proces, een soort tuin van Ede van te maken. Maar ja, pol, een keer dat ik weggegaan ben, is dan weer het verval dat toegeslagen is. Dat zijn meeuwen dat we horen, geen katten die miauwen. Daar was vroeger het kolenkot. Ja, als op het moment dat we overgeschakeld zijn op gasverwarming, is het natuurlijk overbodig geworden. En is dan nog één stukje dat daarvan overgebleven is. Nu hebben we hier natuurlijk van die veranda wel een keer een paar glazen laten sneuvelen of de bal over de muur geschot. Tot grote ergernis van de buur, ook daar, die hield zo vogels in glas of en daar was dan ook schade van. Maar ja, dat was een beetje de fout van ons moeder die ons niet liet buiten spelen. We moesten altijd thuis blijven. Dus al dat zo zijn gevolgen, twee gezonde, jeugdige jongelingen. Met een hele hoop adrenaline en energie overschot. En we moesten maar zien om die kwijt te kunnen geraken. Hier nog het laatste zicht van de andere kant van de veranda. Je ziet, het is toch een mooie grote ruimte die heel wat mogelijkheden kon bieden. Maar die dus helaas nooit vol planten heeft gestaan. Maar meer een utiliteitsruimte was waarvoor het oorspronkelijk natuurlijk niet bedoeld was. Ook deze deur gaat moeilijk open. En zo komen we terug tot de hol. Eigenlijk een, ja, het is natuurlijk niet, geen echt klein huis, maar het is ook een soort omvangrijke ruimte om hier met vieren te leven. En de winkel Mondial, die nu vergane glorie is. Dag.